Hallo groep 8, we gaan weer aan de slag. Goedemorgen. We gaan namelijk aan de slag op woensdag 13 januari. En ik ga met jullie aan de slag met rekenen. Op het bord staat wat we vandaag gaan doen. We beginnen dadelijk met de verhaalsommen. Daarna gaan we de sommenmaker maken in blad van delen. Dan gaan we naar een oefening op het bord. Daarna gaan we basiswerkblad 5 en 6 maken. En daarna gaan we nog aan de slag met het extra werkboek. En dat doe je zelf, want dat is je weektaakopdracht van vandaag. Nou, als eerste wil ik je vragen om even kijken. Ik ga namelijk heel even mijn mail openen. En ik wil je even vragen om voordat je begint even de opdracht van gisteren, van dinsdag, na te kijken. En die pak ik er even bij. Even kijken. Ja, daar komt hij. Dat waren namelijk de keersommen. En ik wil je even vragen om die na te kijken. Nou, gisteren hadden we al één som met jullie samen gedaan. En er staan er nog 5 op het bord. En ik ben heel benieuwd hoe je die gemaakt hebt. Dus kijk hem voor jezelf even goed na. En stel natuurlijk je vragen als je dit lastig vindt. Je kunt ook altijd je strategieschrift nog even nakijken op de goede bladzijde. Goed, dan hadden we die gemaakt. En dan ga ik even met jullie terug naar de presenter app. En dan wil ik je vragen om van het blad van de redactiesommen, de verhaalsommen, de tweede bladzijde te maken. Dat is de bladzijde waar boven staat, je kunt nu ook online kaarten kopen. Nou, ik begreep van een aantal ouders dat soms een som hetzelfde is, dat kan. Ik heb vorige week een keer per ongeluk een blaadje dubbel gekopieerd, nou dat was een foutje. Het kan zijn dat er een keer een som natuurlijk hetzelfde is, want wij pakken die bladen ook gewoon van internet. Dat kan, maar maak dan toch gewoon die bladzijde of die som. Gebruik je dit gewoon als oefenmoment en schrijf de som met het antwoord op. Nou, vandaag maak je dus de bladzijde van de online kaarten en die gaan we morgen weer samen nakijken. Als je dat gedaan hebt, pak je de sommenmaker en dan zie je dat daar in het midden ergens nog een bladzijde met deelsommen staat. Bijna aan het einde trouwens. Die maak je vandaag. De bladzijde van het delen. Oké. En dan ga ik met jullie aan de slag. En ik wil ook zorgen dat ik af en toe een minimum instructie geef. En ook af en toe een plus instructie geef. Dus ik wil dit graag een beetje verdelen. Dus het kan zijn dat ik zeg, je mag dit al zelf maken. Je moet nog even blijven hangen. Of ik kom dadelijk terug voor die instructie. Dat wissel ik een beetje af. Nou, voordat we naar het werkboek gaan kijken. Wil ik met jullie een oefening op het bord gaan maken. Want we gaan vandaag werkblad 5 en 6 doen. Maar daarvoor wil ik eerst eventjes nog een opdracht op het bord doen. Die opdracht ga ik nu voor jullie opschrijven. Doe maar met mij mee. We gaan namelijk nog een keer aan de slag met de keersommen onder elkaar. En ik maak een aantal verschillende. Schrijf maar met mij mee. Ik maak er hieronder nog een aantal enkele. Dat zijn ze. Dus we hebben 8 enkele sommen en 3 sommen waarbij je met de dubbele getallen aan de slag gaat. Nou, voor degenen die het lastig vinden, laat ik het nog even zien. Je kunt natuurlijk ook je strategieschrift erbij pakken. Vind je dit makkelijk, maak je deze sommen alvast zelf. Let op, dit is natuurlijk ook wel voor iedereen. Nou, 5 keer 123. 5 keer 3 is 15. 5 opschrijven, 1 onthouden. 5 keer 2 is 10. Plus 1 is 11. 1 opschrijven, 1 onthouden. 5 keer 1 is 5. Plus 1 is 6. Die heb ik natuurlijk heel snel klaar. Maar we hebben ook dubbele sommen. Ik doe de laatste even met je samen. 6 keer 8 is 48. 8 opschrijven, 4 onthouden. 6 keer 2 is 12, plus 4 is 16. Let op, je ging hier eerst 6 keer 28 doen en dan nog 20 keer 28.
Omdat het 20 keer is, schrijf ik eerst een 0 op. 2 keer 8 is 16. 6 opschrijven, 1 onthouden. 2 keer 2 is 4, plus 1 is 5. Dan tel ik de getallen bij elkaar op. 8 plus 0 is 8. 6 plus 6 is 12. 2 opschrijven, 1 onthouden. En dit is 7. En dan ben ik klaar. Dan heb ik deze sommen uitgerekend. Jullie maken deze sommen en daar maak je me weer een foto van. Dat is de oefening van het bord van vandaag. Oké. Dan gaan we nu verder met de les. En die pak ik even erbij. Pakken jullie hem ook? Je hebt je basiswerkboek nodig, thema 1, op werkblad 5. En daar gaan we mee aan de slag. Even kijken. Deze. Ik denk dat het week 2 onderhand is. Ja, werkblad 5. Nou, ga ik met jullie kijken naar opdracht 1. Daar staat rondaf op 100.000 en noteer op twee manieren. Nou, als je dan het getal ziet staan, 879.670, dan kun je die natuurlijk afronden op 100.000 tallen. Is het dan 800.000 of 900.000? Nou, dat is 900.000 en dat is 0,9 miljoen. Ik wil alvast even vooruitkijken naar de plus voor de plusleerlingen. Jullie mogen voor mij deze bladzijde zelf maken. Let op, je hebt allemaal een rekenmachine omdat je die vanuit WIP hebt gekregen. Ik ga er ook vanuit dat je die dus hebt, anders kun je ook je telefoon gebruiken. Dat is namelijk alleen maar voor bladzijde 9, opdracht 2 en 3. Daar mag je de telefoon of de rekenmachine bij gebruiken. Je maakt ook die eerste som, die keersommen onder elkaar. Dan oefen je nog een keer extra met die sommen die we net op het bord hebben gedaan. Dus jullie mogen voor mij aan de slag. Je mag ook met me meekijken als je dat fijner vindt. Maar je mag ook zelf werken opdracht werkblad 5 en 6. Als je dat af hebt, maak je ook van je groene werkboek bladzijde 5 en 6. Nou, dan wens ik jullie heel veel succes. Ik zie jullie later weer voor de talige instructie. En ik ga door met de kinderen met 1 en 2 sterren. Nou, als we het volgende getal bekijken. En ik zet even een puntje. Want het is 511.361. Als ik die ga afronden op 100 tallen, heb ik dus 500.000 of 600.000. Nou, die 11.000 ligt dichter bij de 5. Dus 500.000 schrijf ik dan op. En die kan ik ook wel afronden, afkorten naar 0,5 miljoen. En voor die miljoen mag ik alleen een M schrijven. De volgende, 788.706. Nou, ligt die dichter bij 700.000 of 800.000? Die ligt dichter bij 800.000. En 800.000 is 0,8 miljoen. Want je weet, een miljoen had 6 nullen. En hier staan er dus 5. De rest doe je zelf. Van deze oefening. Nou, als we dan naar B gaan kijken. Kleur wat het precieze aantal zou kunnen zijn. Kijk je heel goed, die 5,2 miljoen. Als je dan die twee getallen ziet staan. Wat ligt er dan het dichtste bij die 5,2 als je die gaat afronden? Dat getal kies je. Nou, opdracht 2 is best een pittige, want dan moet je echt wel wat dingen uitrekenen. En daar wil ik samen even met jullie naar gaan kijken. Nou, kijk maar even mee. Lees het verhaal en bekijk de tekeningen. Vul daarna de tabel in. Schat eerst en reken dan precies uit. Het is dus heel belangrijk dat je eerst even gaat nadenken. O ja, wat vragen ze? Dat je dan ongeveer gaat uitrekenen en dan precies. Lees het verhaal even voor jezelf. Kijk goed naar de plaatjes. Wat mee was bladzijde? Ja. Nou. We gaan dus met z'n achter naar een zwemparadijs. We hebben een busje gehuurd van 9 tot 6. En dan gaan we nog wat lekkers kopen. Dan gaan we naar het zwemparadijs. We gaan ook nog lunchen. En die lunch die hebben we bij ons. Dus dan kunnen we dat uitrekenen. Nou, we gaan het stap voor stap doen. De huur van het busje. Ik moet een kladblaadje hebben, anders kan ik het natuurlijk niet uitrekenen. De huur van het busje is van 9 tot 18 uur. Dus hoeveel uur is het dan?
in dit geval kun je er gewoon een minsom van maken. 18 min 9 is dus 9 uur. Dat busje kost 23,50 per uur. Nou, zullen we eens even ervan maken dat we een 25 doen. En dan maken we er ook 10 uur van. Dus dan zal dat busje ongeveer ja, 250 euro, 10 keer 25, 250 euro kosten. Ik schrijf op. 10 keer 25 en dan maak ik er even van 250 euro. Maar die moet ik natuurlijk ook precies uitrekenen. Dat doe ik nu meteen. En dat is namelijk 9 keer 23,50. Nou, daar gaan we. 9 keer 0 is 0. 9 keer 5 is 45. 5 opschrijven, 4 onthouden. Dan moet ik de komma schrijven, want het gaat om geld. 9 keer 3 is 27 plus 4 is 31. 1 opschrijven, 3 onthouden. 9 keer 2 is 18 en 3 is 21. Dat kan ik niet meer schrijven. Nou, dan is mijn precieze bedrag dus 211 euro en 50 cent. Ik check nog even of ik het goed heb uitgerekend. Ja, ja, klopt. Oké, dat is dus de huur van het busje. Lekkers voor onderweg. Nou, even kijken. Ja. Hier heb ik dus het lekkers voor onderweg. Wat betaal ik ongeveer? Nou, die ga ik wel even uitrekenen. De thee kost 11 euro. Nou, maak maar eens 12. Appelgebak 5. Amandelbroodje 4. En sausijzenbroodje 3. Nou, hoeveel is het samen? 17, 21, 24. Dus dan kan ik opschrijven. 12 plus 5 plus 4... plus 3. En dat is ongeveer 24 euro. Dan moet ik het ook nog precies uitrekenen. Dus schrijf dat even op. Onder elkaar. Ik doe met jullie mee. 11,60 euro. 5,25 euro. 3,56 euro. En 2,96 euro. Je ziet dus nu dat je ook constant bezig bent met begrijpen lezen. 5 en 6 is 11 en 6 is 17. 7 opschrijven, 1 onthouden. 7 plus 2 is 9. Plus 5 is 14. Plus 9 is 23. Komma schrijf ik op. 3, 8, 11, 13. En 2. Dus ik betaal exact 23 euro en 37 cent. Hey, ik was best dicht in de buurt. Want ik had 24 euro geschat. Dan gaan we naar de thee. Met wat erbij. En dan ben ik even aan het kijken. Want volgens mij... de lunch is deze. Lekkers voor onderweg. Ben ik volgens mij een beetje in de war. Want dat is die geweest. Ja, hier staat... het is een beetje gek. We stoppen langs de snelweg om thee en wat erbij te kopen. Dus dat is die. En lekkers voor onderweg. Is deze. Dus ik heb hem een beetje per ongeluk omgedraaid. Dus thee met wat erbij hebben we net al uitgerekend. En lekkers voor onderweg is deze bon. Nou, wat ga je nu doen? Nu ga je zelf verder met de supermarkt. Want dat was lekkers voor onderweg. En dan de entree van het zwembewijs. Want ze betalen gewoon allemaal een dagkaart. Met 8 personen. Hè? En dan ga je nog de lunch uitrekenen. Dat was deze. Dan ga je uitrekenen wat de totale kosten waren. Ongeveer. En wat we per persoon. En precies. En die reken je uit. Dus dat is de opdracht die je nog vandaag afmaakt. Dan heb je werkblad 5 namelijk af. En dan gaan jullie aan de slag met werkblad 6. Maar de kinderen van het minimumwerkboek. Daar ga ik even mee kijken. Want jullie gaan niet alles maken. Even kijken, werkblad 5 en 6. Ja. Nou. Let even op wat jullie gaan doen. Jullie gaan namelijk, jullie maken één rijtje van, let even op, van werkblad 6 maak je dus bij som 1 maar één rijtje. Som 2 mag je van mij overslaan. Som 3 probeer je wel te maken, het gemiddelde berekenen. Als je niet meer weet hoe dat ging, kun je dat opzoeken in het strategieschrift.
Dus de kinderen van het basis- en het extra werkboek, die maken gewoon van allebei de boeken bladzijde 5 en 6. Kinderen van het minimumwerkboek, die maken van werkblad 6 van som 1 maar één rijtje. Som 2 mag je overslaan en som 3 maak je wel. Dan mogen de kinderen van 2 sterren nu ook aan de slag. En ik ga nog heel even door met de kinderen van het minimumwerkboek. En die kinderen kijken even met mij mee in het minimumwerkboek. En ik wil met jullie even gaan kijken naar som 2 van werkblad 5. Moet ik er wel even bij gaan pakken. Even kijken. Want ik ga met jullie kijken. Week 2. Minimumwerkblad. Oh, hier is die. 5. En we zullen gaan kijken naar som 2. Nou, daar is die. Hoeveel is het ongeveer? Je weet dat deze opdrachten een stapje makkelijker zijn. Je maakt altijd de opdrachten die we hebben afgesproken. Als je dan maakt, nee, ik kom er echt niet uit, dan moet je me natuurlijk altijd gewoon even bellen of mailen. Nou, wat kosten ze ongeveer samen? En daar staat dat je dus ongeveer moet uitrekenen, dus niet precies. Nou, van die 49,95 maak ik 50 euro. En van die 31,50 maak ik, ja, 32 euro. Dus dan is dit mijn som. 50 erbij 32. Want deze kan ik afronden naar boven. Dan is mijn antwoord 82. B. Destina koopt een scooter voor 1198,95 euro. Hoeveel geld houdt ze ongeveer over? Nou, wat heeft ze ongeveer? Ze heeft ongeveer dit, 2100 euro, min ongeveer 1200 euro. En wat is dan mijn antwoord? Dat is de 900. Want dit getal kun je eigenlijk wel gewoon uitrekenen. Vind je het lastig? Dan weet je wat je mag doen, want dan zet je het gewoon onder elkaar. Je kunt ook aanvullen. Ik heb 1200. Hoeveel moet ik erbij doen om bij die 2100 te komen? Ik ga eerst de 1000 dan, dus 800. En dan nog 100. En dan kom ik ook uit. Dus zoek voor jezelf altijd die handige manier. C. Voor haar oude auto krijg je nog 2950 euro. Hoeveel moet ze ongeveer bijbetalen? Nou, de nieuwe auto kost dit. Dat is ongeveer 20.000. Ze moet ongeveer 3000 euro terugkrijgen voor haar oude auto. Nou, wat is dat dan? 17.000 euro. Vergis je hier niet in nullen, niet dat je 1700 opschrijft. Check daarom nog even heel goed of je de goede getallen opschrijft. Namelijk 20.000 min 3000. Oké, dan maken jullie ook som 2 af. Let even goed op, want je maakt de hele bladzijde werkblad 5 en 6. Dus let goed op dat je niks vergeet. Oké, dan mogen jullie van mij nu ook aan de slag. En dan ben ik ook voor nu klaar met de rekeninstructie van woensdag. Ik spreek jullie later weer voor de andere instructies. Heel veel succes, zet hem op en tot later. Doei!